De bedoeling van een ethische code is dat het in feite iets explicieter dat we anders doen reguleert, vertrekt vanuit een aantal kernwaarden waarvan we als sector zeggen dit is eigenlijk hoe we met elkaar willen omgaan, dit is waar wij voor staan. En van daaruit een aantal praktische afspraken te maken, zodanig dat we in de dagelijkse omgang met elkaar op een goede manier dit kunnen doen en dit ook in de toekomst kunnen blijven doen. De wereld is toch een beetje complexer geworden dan vroeger, dus groter geworden. We werken met meerdere nationaliteiten, er komen andere culturen binnen, meerdere actoren zijn erop betrokken. En het vanzelfsprekende vroeger van zeg maar, informeel zaken te regelen met elkaar is wat verdwenen. En daarom zie je dat heel veel bedrijven en ook heel veel sectoren overgaan tot de opmaak van een code, om dat allemaal wat beter meer greep op te krijgen. We vinden natuurlijk ook zeer belangrijk dat alle actoren die op zeg maar openbaar werken betrokken zijn, dat die ook mee in deze denkoefening stappen. En in die zin is het zeer goed nieuws dat ook Aquafin zeer bereid was om hierin mee te gaan. Ik denk dat dat een belangrijke speler is die in feite een cruciale rol kan spelen in het hele gebeuren. En we hopen dus ook dat we in de toekomst die samenwerking op een heel vlotte manier kunnen blijven garanderen.